Ben jij alleen nog met Jennifer of is die andere Kim hier ook nog? Nee. Die werkt hier niet meer? Alleen met Jennifer. Kim liep toen stage. Oh. Zo. Het is allemaal weer rond in ene straat. Grappig, hè? Ik zal met u straks zomaar weer rond. Dus uw weg naar weer rond beroemd. Nou, geef er maar geen rugbaarheid aan. Dan staan ze straks allemaal voor de deur. Ja, allemaal handtekening. Wereldberoemd in Noord-Holland. Ja. Ja. Mm-hmm. Dat is wel mooi hoor. Ja, hè? Je kunt het al goed zien. Ik ga hem nu tussendoor straks ook een beetje schaardekar opgeknapt en die met hinderloopblauw helemaal prachtig. Ik heb ook nog zo'n schommelstoel, daar heb ik ook nog buiten staan. Oh, ja. Ook een apart ding. Lood en loodzwaar. Ja, dan denk je, wat doe je daar eigenlijk mee? Je moet er, ja, ik heb de ruimte er natuurlijk wel voor. Ja. Maar ja, er recht in zitten doe je niet. Nee. Ik zou wel een hangmat willen, ik vind dat best wel leuk. Ja. Maar dat wil alleen niet tussen mijn buksen zijn. Dan zit ik op de grond. Ja. Dat wil niet. Nee, maar om te gebruiken. Ja. Ja, maar ja. Kijk, daar zou jij misschien wel een keer tijd voor hebben. Maar als ik over de zomer in een hangmat lig, dan gaat het niet goed bij ons. Nee, dat werkt niet. Dat geloof ik ook. Je hebt geen privé ook dan. Dus zit iedereen naar je te kijken terwijl je daar al... Dan moet ik hem op het terras neer hangen bij de kantine. Ja. U heeft het druk zat, denk ik, in de zomer. Ja. Ik gun me nog niet eens de tijd om echt in de zon te zitten. Nee, maar ja, goed. Dat voegt ook niet, hoor. Want als Simon ervoor is en dan hoor je mensen stemmen en dan denk je, ja, dan zit hij daar alleen en dan zit ik hier achter in het zonnetje. Dat werkt ook niet. Nee, tuurlijk niet. Je doet het werk met z'n tweeën, dus dan kun je niet de ene ervoor op laten dragen. Nee, vind ik ook. Hij zegt wel eens, dan ga even lekker achter zitten. Nou, mooi niet. Ja, staat u nu wel steeds in de kantine? Ja, ja. Zo gewoon.